Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe haakvideo. In deze video ga ik laten zien hoe je deze leuke bijensleutelhanger kunt gaan haken. Hij is niet moeilijk om te maken, dus ik hoop dat jullie dit leuk vinden en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan ga ik nu laten zien hoe je deze leuke sleutelhanger kunt gaan haken. Voor de sleutelhanger heb ik dit garen gebruikt, de Chunky Chenille garen. En die kun je bestellen bij Wolplein. Veiligheidsoogjes. Die heb ik besteld op AliExpress. En dan heb je er 100 stuks. Een steekmarkeerder. Ook een stopnaald. Haaknaald nummer 4. En dan een vulling. En een ringetje voor je sleutelhanger. Je begint met een magische lus. En in die magische lus haak je 7 vaste. Alleen met dit garen doe ik altijd de vaste langs de onderkant ophalen. Normaal haal je hem dus via de bovenkant zo op, maar nu via de onderkant. En dan haak je 7 vaste. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. En dan trek je aan het touwtje van de magische ring en dan sluit de ring zich. En dan heb je zo je eerste rij gehaakt. Nu krijgt iedere vaste 2 vaste. Dus je gaat naar je eerste vaste en daarin haak je de eerste vaste. En daarin zet je ook je merkje. En dan doe je nog een vaste in diezelfde steek erbij. En de volgende steek ook weer 2 vaste. En dan heb je in totaal 14 vaste. Je hebt nu 14 vaste en dan ben je weer bij de steek met het merkje. Die kan er even uit en daarin haak je 1 vaste. En daarin zet je het merkje weer terug. In de volgende vaste doe je 2 vaste. De volgende steek, die krijgt weer 1 vaste. En de steek erna krijgt er weer 2. Eén vaste in de volgende steek. En de steek erna krijgt er weer 2. Dus zo ga je heel de ronde af. 1 steek in de volgende en in de volgende steek doe je er weer 2. Als het goed is, ben je geëindigd met 2 steken in 1 steek en heb je 21 vaste. Nu ben je weer bij de steek met het merkje en die haal je nu weer uit. En daarin, in die steek, doe je weer 1 vaste. Zet je merkje er weer terug in. En nu krijgt iedere steek weer 1 vaste. Dus je gaat nu niet meerdere, gewoon in iedere steek 1 vaste. Dus je houdt 21 vaste. Nu gaan we van kleur wisselen. Ik haal mijn haaknaald uit de lus. En dan heb je hier die 2 lusjes. Daar steek ik mijn haaknaald onderdoor. En ik haal de zwarte lus eronder door. Trek ik aan het staartje van de gele kleur. En dan heb ik zo van kleur verwisseld. En nu krijgt iedere vaste weer 1 vaste. Dus je haalt het merkje uit de steek. En dan in de eerste vaste een vaste.
merk je weer terug erin. En dan gewoon in iedere steek weer 1 vaste. Dus je houdt nog steeds 21 vaste. Je hebt weer 21 vaste gemaakt en nu ga je weer van kleur wisselen. Dus de gele draad moest je niet afknippen. Ik ga weer onder die twee lusjes door. Ik laat mijn zwart hangen en ik pak mijn gele kleur. En die haal ik door die twee lusjes. Trek aan de zwarte draad. En je hebt weer van kleur verwisseld. Merk je uit de steek. Daarin weer 1 vaste. Merk je weer terug. En dan weer iedere steek 1 vaste. Je hebt weer 21 vaste en je gaat weer van kleur wisselen. Haar knalt uit de lus. Onder die twee draadjes door. Gele draad, die laat je hangen. Je pakt de zwarte draad en die haal je door de twee lusjes op je haaknaald. Trek je aan de gele draad. En dan heb je weer van kleur verwisseld. Steekmarkeren eruit. En dan in iedere steek weer 1 vaste. Nu gaan we voor de laatste keer van kleur wisselen. Dus je haalt je haaknaald weer onder die twee lusjes door. De gele draad erdoor. Trek je aan het zwarte draadje. En dan kan je de zwarte draad afknippen of ik breek hem zo. Dat is heel makkelijk met het garen. Dus de zwarte kleur die kan er nou af. Als het niet in de knoop gaat. Zo. Nu haak je 2 rijen vaste met geel. Merk je weer terug. Dus je haakt nu 2 rijen met geel. Als je 2 rijen met geel hebt gehaakt, gaan we nu de veiligheidsoogjes plaatsen. Dit is de onderkant. En dit is de bovenkant. Dus dan moeten hier veiligheidsoogjes komen. Want als je dat hier doet, zeg maar aan deze kant, dan is dit de bovenkant en dan is het niet mooi. Dus dit is de bovenkant. En dan gaan we de veiligheidsoogjes erin plaatsen. Zo. En deze ongeveer. Zo. Zo. En dan heb je zo de veiligheidsoogjes. Nu gaan we steken minderen. Het merkje kan er weer uit. En daar haak je 1 vaste in. En dan zet je je merkje weer terug.
De volgende twee steken, die gaan we samen haken. Je haalt de lus op in de volgende steek. En je haalt een lus op in de volgende steek. Dan heb je drie lussen op je haaknaald. Omslaan en door alle drie de lussen. De volgende steek, die krijgt weer één vaste. En dan haak je weer twee steken samen. Dus een lus ophalen in de volgende steek. En een lus ophalen in die steek erna. Drie lussen op je haaknaald. Omslaan en door alle drie. Dus één vaste in de volgende steek. En dan twee vaste samen haken. Dus een lus ophalen in de volgende steek. En de lus ophalen in de volgende steek. Drie lussen op je haaknaald, omslaan en door alle drie. Dan weer één gewone vaste en dan twee steken samen haken. Je hebt nu weer 14 vaste en nu gaan we het bijtje opvullen. Dus je pakt een beetje vulling. En dan vul je het bijtje op. Nu gaan we elke keer twee steken samen haken. Steek met het merkje haal je er even uit. Haal je een lus op in de eerste steek. En dan een lus op in de volgende steek. Heb je weer drie lussen op je haaknaald. Omslaan en door alle drie. En daarin zet je je merkje weer terug. De volgende twee steken, die haak je ook weer samen. Lus ophalen in de volgende steek. En een lus ophalen in die steek erna. Weer drie lussen op je haaknaald, omslaan en door alle drie. Dus nu haak je dus iedere keer twee steken samen. Dan ben je weer bij de steek met het merkje, die kan eruit. En in die steek doe je nog een halve vaste. En dan kan je je draad afknippen. Nog één keer doorhalen. En dan gaan we dit nu dichtmaken. Ik heb mijn naald erbij gepakt. En nu gaan we dit dichtnaaien. Dan heb je zo je draadje netjes weggenaaid. Dan gaan we nu de vleugels haken. Je begint weer met een magische lus. En in die magische lus haak je nu 6 vaste. 1, 2, 3. 4, 5 en 6. Trek je aan je staartje van je magische lus en dan sluit de ring zich weer. Nu haak je weer in iedere vaste 2 vaste. In de eerste vaste. Een vaste en daarin weer je merkje.
En dan nog één vaste in die steek erbij. En dan iedere vaste twee vaste. En dan kom je uit op 12 vaste. Je hebt nu 12 vaste, dan ben je weer bij de steek met het merkje. Die haal je er weer even uit en daarin doe je 1 vaste. Merk je er weer terug in. In de volgende steek doe je weer 2 vaste. De steek erna doe je weer 1 vaste. En de volgende steek weer 2 vaste. Dus 1 steek in de volgende steek en dan weer 2 vaste in de volgende steek. Je hebt nu 18 vaste, het merkje kan eruit. En in die steek doe je nog een halve vaste. En dan laat je nog een lang staartje zodat je de vleugels kunt vastnaaien aan het bijtje. En dan kun je dit draadje weer netjes wegnaaien. En dan maak je nog een vleugel. Nu gaan we nog een lusje haken, zodat je het ringetje erdoor kunt doen. En dat doe ik een beetje in het midden, zo van de ogen, op de gele streep. Daar doe ik mijn haaknaald door. En dan haal je een lus op. En dan haak je een aantal lossen. Ik doe er 6. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan in de volgende steek, daar doe je dus een halve vaste. En dan kun je deze twee draadjes netjes wegnaaien. En dan ga je de vleugels erop naaien. Ik doe dat altijd buiten de camera, maar die naai je er dus zo op. En dan is je bijtje klaar. En dit is dan hoe het bijtje is geworden. Ik hoop dat jullie ook een leuke sleutelhanger kunnen maken. En graag tot de volgende video.